Hallo, ik ben terug. Ik ben live. Jawel, ik ben live. Jawel, ik ben live. Dan ga ik even tweeten. Klop, even tweeten. Ik moet even in beeld zetten, anders dan kan ik er niet bij. Tweet. Nice. Mooi, ik ben live. Yep. Hoeveel mensen kijken er? Twee mensen kijken er al. Netjes. Hallo iedereen. Hallo allemaal. Nethercrack livestream. Jawel, jawel, jawel. Stel je vragen. Waarom Nethercrack weer terug? Is Nethercrack weer terug? Ja, de Nethercrack is weer terug. It's back in the house. Jawel. Jawel. Ah, zeker wel nice, toch? Nee, dat krijg ik terug. Yeah, Oké, 4 mensen al. Oeh, lava. Oeh. 4 mensen, Phoenix, ik kan niks horen. Je kan niks horen. Kan je mij niet horen? Echt niet? Hoor je mij niet? Wat? Hoor je mij niet? Nou, er is wel degelijk geluid, want ik hoor mijn eigen wel terug op de stream. Hey! Hallo iedereen. 5 mensen. Yes, netjes. Even mooi een kickstart Nethercrack livestream. Jawel, de Nethercrack is terug. Wauw, Stijn is zo te zien ook op. Ja, ik ben al een beetje begonnen. Zoals jullie zien, ik heb een bed en zo. Het is hier een beetje aan het onweren. Oh, die boom zoek thuis. Ga weg, creepers. Ah, shit. Sorry. Kijk, wij hebben een eigen chat. Hey, Stijnie. Oh. Hey, Stijn. Wat is Nethercrack? Nethercrack is een server waarin grotere, nou, eigenlijk kleinere YouTubers met z'n allen gaan survivalen. En het mooiste is dat ik nu even op Twitch iets ga aanpassen. Jullie kunnen joinen. Jullie kunnen joinen op deze server. Alleen, er is één maar. Jullie gaan even mijn Twitch zien, dat klopt. Kan ik hier iets bijzetten? Kan ik hier iets bijzetten? Ik kan hier niks bijzetten in de beschrijving, of wel? Volgens mij niet. Ja, maakt niet uit. Jullie kunnen joinen. Dan moet je even naar de video gaan die ik in net heb geüpload. Op die video wordt uitgelegd wat een Nethercrack is. Dat hij weer terug is, want we hadden eerst een Nethercrack. We hadden eerst een Nethercrack, maar dat is helaas is het. Was dat ging dan niet meer door, omdat de server niet werd betaald. En toen heb ik tegen de maat van mij gezegd, hey, kan jij voor ons die server doen? Het zeiden ja. En zoals jullie zien, Stijnieman zit erop. Bart de Lion, Jesper, Arwin, DJ Kingo 13 is een nieuwe. Vink van El Yuri L zit erop. Wat zegt Tommy? Wat je over Tommy? Oh! 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 Bart heeft zo die video verwerkt. Slash join global. Hey, dat is vies, Bart. Viezerik. Nou ja, maakt niet uit. Ik ga even. Ja, ik kan eigenlijk een leuk. Het is wel misschien een leuk iets. Ja, Sea Leave Global. Global Chat is eigenlijk voor de mensen die erop willen. Het is een public service erbij. We hebben een aparte map, aparte chat. Jullie kunnen ons niet spammen, maar wij gaan wel af en toe gewoon naar de public server toe. Dus hebben jullie nou iets van, hey, ik wil eigenlijk naar een server toe waar ik kan gaan survivalen.
Dat kan. Dat is helemaal niet moeilijk. Gewoon even hierin gaan. Wacht, ik ga hem eventjes erbij pakken. Hier is die. Deze site moet jullie heen gaan. Naar deze site. Als jullie naar deze site gaan, dan kunnen jullie je eigen aanmelden. En dan kan je komen survivalen op de server. En de allereerste video die ik ga uploaden van de Nethercrack wordt dit. Dat is een kickstart. Maar episode 1, die ga ik ook uploaden. Episode 1, want dit is een kickstart. En dan episode 1 is een andere. En dan ga ik nog alles even haarfijn uitleggen hoe het nou eigenlijk precies zit en hoe we dit hebben geregeld. Dus ja. Yes, ik heb het gehaald. Mooi. Ik denk dat ik hier ga wonen. Ik ben best ver van de rest af, dus dat is mooi. Ik denk dat ik hier ga joinen. Ik ga, ja. Ik ga mooi hier wonen. Dat is mooi. 7 mensen al. Dat is nice. Ja, ik denk dat ik hier ga wonen. Het is, Nethercrack is dus een server waarop verschillende YouTubers samen survivalen. Als jullie niet weten wat Nethercrack is, kijk dan even die video van mij. Nethercrack is back. Velen van jullie zullen het misschien wel weten. Velen van jullie ook niet. Echte trouwe, die mensen die echt al heel lang abonnee zijn, die weten het. De mensen die niet zo lang abonnee zijn, niet. Maar ja. Dat maakt allemaal niet uit. Jullie gaan vanzelf merken wat het is. We gaan gewoon survival op deze server. Kijk, ik kan een private chest ervan maken. Maar dat ga ik niet doen. Want we hebben met z'n allen afgesproken dat we de... Oh mijn god. Oh mijn god. Server down. Wit. Ja, service down. Dan zien jullie meteen de IP, dat maakt helemaal niet uit. Boy. Bart is er nog of niet? Bart is er ook nog in het chat. Ja. Dus wij hebben zeg maar gewoon... Wat? Ik dacht dat ik iets hoorde. Home set. Mooi, we hebben een eigen server, of een eigen map. Aparte map van jullie allemaal vandaan. Jullie kunnen gewoon joinen. Jullie kunnen hier ook op deze server. Alleen dan niet bij de Nethercrack. De Nethercrack zit apart van jullie. En het mooiste daarvan is dat wij geen spam krijgen van mensen die graag zouden willen joinen op de Nethercrack zelf. ik vind het goed geregeld allemaal. Het ziet er allemaal goed uit. Ik heb proberen om even gauw een huisje te bouwen. Een snel huisje. Dit wordt mijn kickstart. Oh, dit is wel veel te hoog, of niet? Is veel te hoog. 1, 2, 3, 4. Ja. In episode 1 ga ik dus alles nog een keer goed uitleggen. En dan weten jullie straks allemaal hoe het zit. Dit wordt niet mijn vaste huis, hoor. Want ik wil gewoon even een snel een huisje maken. Het valt mee met de lag. Ik had echt gedacht dat ik super hard ging laggen. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik op YouTube zelf kon gaan streamen, maar dat gaat nu eventjes niet lukken. Misschien dat ik dat van de week nog wel een keer doe, of een andere keer. Ik ga nu gewoon beginnen met een beetje bouwen. En deze wordt ook geüpload naar YouTube natuurlijk. Mensen die Nethercrack kennen, ja, het is weer terug. Het is weer allemaal terug. Deze ga ik even verplaatsen nog. Ja, ik ga nog een keer tweeten dat ik live ben. Gewoon even nog een keer zo van, hey, jongens, ik ben live. Nu live. Misschien dat ik zelfs Bart wel even in de call kan gooien. Skype. Ik zou eens kijken of ik Bart even in de call kan gooien en in de call kan krijgen. Oké,
Oké, nu ga ik wel weer laggen. Het komt dat hij Skype opstart. Wow, dik zacht geluid, ik weet het. Oh jezus, kom op man. Ik word helemaal gespamd hierop. Het zijn gamers die... 12, 54, maakt niet uit. Ik ga even Bart bellen. Bart. Call. Oh, is dat veel te hard volgens mij, jongens. Wacht even, toch? Ik ga even zachter zetten. Jezus, kom op, man. Jongens, jongens, jongens. Het gaat lekker, hè? Lekker stream. Oh, dat is allemaal veel te hard. Skype moet allemaal veel zachter. Dan ga ik even Bart nog een keer. Het is gewoon even een kleine streampje hoor. Ja, kijk, dit geluid is beter. Niet zo lomp hard. Ja, mijn geluid was lomp hard. Maar hallo Bart! Hi. Ik ben live. Ja, even kickstart. Deze ga ik trouwens ook. Wow, dikke, dikke. Lek. Oh, ik haat Skype. Heb jij Teamspeak? Serious? Ja, ze zijn dik bezig met de server, want nog niet alles is helemaal goed geregeld. Ja, het is wel goed geregeld, maar nog niet alles is zeg maar 100%. Slash global, nee, slash ch global. Maar je moet gewoon even op de Netcrack chat blijven, denk. Ja, maar dat we misschien later een keer met. Oh jezus. Ik ga in één keer van gewoon normaal ga ik in één keer heel snel met mijn muis. Dat is zo irritant. Dat is die lag, weet je wel. Ja, dat kan. Nou, ik doe even kickstart en dan ga ik straks ga ik. Wauw! Ik haat Skype echt. Ja, ik heb alles gewoon in de beschrijving gezet. Oké, want daar heb ik niet gedaan. Oh. Oké, hij is nog flink bezig. Ja, hij kan dat voor ons ook nog uitzetten, denk ik. Hoor, dat wij die meldingen niet meer gaan zien. Ja, de server is echt pas net... Eigenlijk was net gezegd van jullie kunnen joinen, dus... Vandaar dat alles nog niet echt 100% is. Fuck, moet nu een spider met mijn vuist kapot maken. Kom op, ga dood. Flikker op, spider. Als je mij killt, jongen. Ik zweer het je, ik map je. Oh. Ik heb voor home zetten, no? Want anders dan... Ja, jullie kunnen dus ook joinen op deze server. Dan moet je even naar de video kijken die ik net heb gepost. En moet je even doen wat daarop staat en zegt. En... Die heb ik ook al gevonden, nice hè? Stoor, voel je nou beter dan de rest? Nee. Oké. Ben je ook niet namelijk. We zaten Stijn net ook keihard te trollen. Hoezo? Is Stijn erop? Ja, maar... Oh ja, natuurlijk. Skype weet je wel. En wij zeiden zo, Stijn, je mag niet meer joinen, want je bent te laat. Je was er niet. Sorry. Maar ik had gezegd dat het zo belangrijk zou, dus ik daarom kon niet. Hij geloofde dus dat ik er niet meer op mocht. Oh, dat is vies. Oh, fucking hard. Ja, dit is gewoon een beetje kickstart video. Deze ga ik ook op YouTube uploaden. Als het lukt. En dan als het goed is ga ik morgen denk ik episode 1 doen of zo, weet ik veel. Van de netten krijg ik dan hè. Ja, sorry van de lag dan jongens. Maar ja. Hey, ik heb een village
Nice. Even een decent huisje, gewoon even standaard. Wauw, ik heb 5 kijkers. Wie? Daar ben ik dan een van. Wat? Oh, waar ja, heel veel hebben we opeens gekeken tegelijk. Ik ben gekikt, ja. Wat hè? Ja, er waren er meer zijn. Kom op, jongens. Doodgegaan, ik weet niet meer waar. Echt? Can't reach server. Heb jij dat ook nog dat hij het niet doet? Nee, ik zet er gewoon op. Wit. Jij en Rick, je waren gekikt en nog iemand. What the fuck? Ik heb 10 kijkers nu, netjes. Dit is een Nethercrack live. Even gauw een video live. Kom op, waarom doet hij het niet? Oh, hij doet het weer. Mooi. Hey, dikke rollback. Hallo. Dan zou de server wel weer gestart of ja, gerestart zijn. Hij is nog met plugins bezig. Ja, het is inderdaad een beetje work in progress. Ja, maar straks als de server het helemaal doet, geweldig. Dat weet ik zeker. Dat wordt echt... Het wordt episch. Behalve Stijn en ons. Jij mag Stijn echt niet, of wel? Jawel, maar hij is vaker hier. Kut, waar ben ik dood gegaan? Dat weet ik niet. Jij weet ook echt niks. Klopt. Maar hebben jullie vragen? Zet ze in de chat, dan lees ik ze en dan kan ik ze beantwoorden. Deze had ik nodig. Hey. Wow. Ja, een beetje lag. Ik heb echt, ik wil zo snel zo'n goede PC, jongens. Kom op, man. Ik heb een redelijk, hè, maar ik wil even zo nice, zo eentje als jou of zo, weet je wel. Ik gewoon alles tegelijk kan doen en doe helemaal niks. Yep. Heb je wel zo'n een nodig? Ja. Is dit het? Ja, ik heb het gevonden. Wat heb je gevonden? Stuff. Was je dood gegaan? Ja, maar ik kon het niet meer terugvinden. Ik ben eigenlijk nog niet dood gegaan. Weet je hoe ver ik al ben, jongens? Ik ben echt al ver van de spawn vandaan. Ik ook. Ik was net op 2000, hè, maar... Nou, we hebben ook niet echt een hele makkelijke spawn, weet je wel. In de vorige spawn kon ik een heel mooi draagje maken. Nou kan het. Klopt. Wil je download link van Race Minimap sturen? Ja, die heb ik nu niet bij de hand. Die kan je gewoon opzoeken. Ik kan er wel zo opzoeken. Google.com. Of op YouTube kan je daar ook gewoon opzoeken. Jezus. Ik lag en doe en alles. Maar ja, dit is gewoon even kickstart. Tommy, waar is mijn huis? Maar ik vind het hier niet echt zo heel mooi hoor. Ik wil nog eigenlijk nog ergens anders heen. Maar ik ben al zo lang aan het lopen. Ik dacht echt van ja, nee, ik heb er geen zin meer in hoor. Om nog meer te lopen. Dus ik denk, ik ga hier gewoon even een beetje settelen. Dan kan ik straks gewoon ergens anders heen als het kan. Weet jij eigenlijk hoe dat zit met hoe wij naar de andere wereld en zo kunnen? Nope. Ja, het moet allemaal nog een beetje worden beter worden gemaakt en zo. Oh, doei Stijn. Fijn dat je iets zegt dat je weggaat. Ja, dat maakt mij geen boel. Oh, weet je wat dat jij bent? Hij zat er toch altijd al bij? Ja, maar ik snap ook niet waarom hij er überhaupt bij is gekomen. Sneer, deze video wordt geüpload, hè? Dat weet je, hè? Ja, dat maakt mij niet. Ik heb ook in mijn video zitten dat jij zei, oh, ik ben blij dat Stijn er niet bij is. Oh, dat heb ik helemaal niet gezegd! Ik wel. Hou je bek! Kijk mijn laatste video, man. Ja, maar dan heb je dat serieus zo bewerkt. Ik heb dat niet, ja, dan heb ik dat als grap gezegd. Ja, weet ik. Ja, dat heb je zeker niet als grap bewerkt.
Je bent echt vieze jongen jij, viezerik, klootzak. Ik krijg daar allemaal haters. Oh mijn god. Wat ben jij erg zeg, jongens. Oh. Deze video, deze stream gaat niet lang duren hoor, maar... Nou, althans, gewoon redelijk. En ik heb weer een cave die naar toe leidt. Oh, ik word echt helemaal ziek van die kutlag. Dan gaat mijn muis echt in één keer de andere kant op. Daar word ik zo scheidziek van. Maar dan komt door die kut Skype. Skype krijg je daar lag van. Ja. Weet je hoeveel geheugen dat daar vergt? Moet ik anders Skype gesprek hosten? Ja, ik weet niet of dat iets uitmaakt hoor, maar... Eens kijken. Ik denk niet eens dat ik deze video ge... Hey, gek! Dus. Oh. Ik denk niet echt dat de video die wij hebben gepost echt heel goed was. Ik had hem echt veel anders gedacht, want jullie zaten allemaal te kloten. Jullie zaten echt allemaal te kloten. Ik was er gewoon moe. Ik was er gewoon moe van. Ja, ik vind dat heel gek. Ja, ik dacht die zijn gewoon serieus, maar nee, allemaal van die vieze trollertjes. Hoi Pek, joh. Oh, dat was daardoor ja. Ik zei, jullie zijn vieze trollers. En toen zei ik, gelukkig dat Stijn er niet bij is, want dat is ook altijd een troller. Ja, dat zou ook nog erger zijn geweest dat je zegt. Oh, maar jij hebt dat zo vies bewerkt, jij, hè, vieze Rick. Jij hebt oorlog met mij, echt waar. Oké. Kingdom oorlog, denk. Ja, dat denk ik ook. Mijn huisje kwijt. Oh, yeah. Oh, ik word echt scheidziek van die lek. Even denken hè, waar ga ik mijn... Gewoon hier, oké. Dus heb jij enig idee waar ik mijn huisje had? Nope. De huisje, die ga ik toch ook niet echt als mijn vaste huis. Ik wil echt gewoon naar een mooi gebied, maar ik kan nog geen mooie gebieden vinden hier, man. Dus... Nee, ja, dat heb ik ook nog niet. Een beetje een kutnap, hè? Nou ja, het is wel chill dat Nettekijker is. Maar ik ben echt gewoon over de oceaan heen gegaan, echt zo fucking ver. En dit was pas de eerste bos die ik tegenkwam. Dus ik denk, ja. Dan ga ik hier wel even zitten. Dus. Ik ga dadelijk nog even recorden, denk ik, voor Nettekijker. Ik weet niet, ik ben best wel moe. Ja, ik ook. Lekker. Yep. Kijk, mijn huis is in geveld of weet ik niet. Hey, er zit een schaap in mijn huis, ga weg. Ja, maar mijn vaste kijkers van mijn stream, die zijn er allemaal nog niet. Er zijn allemaal 9 kijkers. Ja, dat is nog nice hoor. En wie zijn ze allemaal online? Kingo is nog steeds online. Bartje. Stijn niet meer. En een paar van de public. Nee, Stijn niet meer. Ja. Nee. Dat heb ik daar nog niet gezien. Wat? Ik zie nu pas dat hier een riviergeval ding is. Ja, zoiets. Wow, die is een beetje gemoved naar Bulder. Op alle werelden in één keer. Kut, mijn huisje. Ja, dan moet ik me even aan hem vragen of hij dat kan fixen, dat wij dat niet zien. Dan zou die vast kunnen. Waarschijnlijk wel. Ai. Ik heb hier nu in één keer best wel een mooi gebiedje. Als ik mijn huis straks een keer hierheen plaats. Ik vind dat het vet om bij rivier te wonen of zo, weet je wel. Dat vind ik altijd mooi. Hoi, Lamtoa. Lamtoa. Zullen
Ben je hem nu al kwijt? Echt kwijt? Ja. Hoe krijg je dan over elkaar? Ik was dood gegaan. Ik had mijn express van de klif afgestort. En toen wist ik al niet waar de klif was. Toen had ik teruggevonden en dan wist ik niet meer mijn huisje was. Ik ben helemaal gedesoriënteerd. Ik wil wat cent hebben. Yo Tommy, ik ben er. Matsiman. Hallo. Oeh, beetje lag. Ah, skeleton, ga weg. Ik wil wat cent hebben, dat mag ik toch wel. Het kutte is, ik heb mijn huisje in het bos gemaakt. Echt? Ja, en alles hier zo is bos. Ah, vieze skeleton, ik heb geen zwaard, ik heb geen zwaard, doe normaal. Ik heb alleen maar X die een beetje werkt. X die doet maar een half hartje damage minder dan het was. Klupch. Zo. Eens kijken. Ja, ik denk niet dat veel mensen weten wat de Nethercrack is, eerlijk gezegd. Maar als ja, we moeten misschien een keer een link naar de vorige video's sturen dan. Ja, we komen vanzelf ook achter. Ik heb sowieso altijd in de beschrijving een klein uitleg staan. Ja, dat ga ik ook nog doen. Okay, Jezus. De lag ligt niet aan de server hoor. De server is echt serieus no lag. Alleen, ja, ik heb niet echt de beste computer die er bestaat. Jammer genoeg. Ik weet niet. Dit is tijdelijk huis hoor. Dit ga ik echt. Ik ga hier niet in wonen. Ik wil echt gewoon een beetje een mooi huis maken. Oké. Okay. Yo. Ik heb een beetje ja, adventure zeg maar. Zoiets. Nou, ik heb er nu al meer dan 10 subs bij op één dag. Echt, dat meen je niet. Ja, zie zeker. Ik heb 12 views op de video dat ik aan het livestreamen ben. Iemand zegt yeah. Van dat de Nethercrack terugkomt. Ik zou eens kijken hoeveel subs dat ik heb. Oh, zou hij eens even iets aan het doen? Oké, X. Ik heb er 356. Yeah! Dat is wel nice. Er komt gewoon een koe bij mij naar binnen. Hallo koe, alles goed met jou? Ik vind het wel een beetje rustig met de mobs eigenlijk. Ja, ik ook. Ik vind het niet erg, maar... Ja, TNT. Weet ik niet, volgens mij niet. Dacht ik al. Dat hij het niet zou doen. We horen alleen jou niet en de anderen die zijn erg zacht om te horen. Oh, dan zou ik even... Zou ik even veranderen. Ik ga deze even afsluiten. Fraps, weg jij. Tommy, gaan wij dan een keer samen caven? Ja, tuurlijk. Misschien doen we een keer Abba Rules. Ja, dat kan, ja. We moeten wel een beetje netherhub en zo al hebben. Ja, we moeten... Als we eenmaal een netherhub hebben en zo, dan kunnen we ook echt gewoon beginnen met echt goed survivalen, grote projecten te gaan bouwen en zo. Dat wordt gewoon mooi. Wordt gewoon leuk. The Nethercrack is back. Je ja, pool de vintage beef. Man, nee. Dat was ook bij Paul, weet je wel, Paul Sor Junior of zoiets. Ja. Dat was, die is nu op de Nethercrack, hè. Ja. En hij kent die humor allemaal nog niet. En hij sprong zeg maar naar beneden bij zo'n gast. En dan, als je daar naar beneden springt, dan ga je dood. Maar het lijkt op water, weet je wel. Maar dan moet je... Ja, maar dan moet je via iets anders moet je erheen. En hij sprong zo, toen ging hij dood. En ik zit in reacties, je pool the vintage beef. En ik 25 groene duimpjes of zo de volgende dag.
Iedereen weet gewoon, iedereen die een beetje Minecraft-fan is, die kent het gewoon. Oké, nou moet ik het gaan zoeken. Dit is even gewoon een snel opgezet huisje. Wees blij met dat jij nog zo'n huisje hebt. Als je mijn huisje ziet, dan is het allemaal erg. Oké. Mijn huisje is zeg maar zo klein dat als ik respawn, dan Respawn je er gewoon buiten. Span ik op het dak. Hey Jesper! Oh, dat meen je niet toch? Ik heb net op deze berg gestaan waar ik nou mijn dingen heb, waar ik het af heb gekild. En als ik serieus had omgedraaid, had ik mijn huisje gezien. Echt? Ja. En terecht, ik heb een koe in mijn huis staan, jongens. Hoe vind je die? Mooi. Ik wil je vlees. FC Jesper. Ze oh. Zit niet meer in de chat ofzo. Ah ja. Jawel. Hey. Dat is weer eentje. Dat gaat de laatste tijd. Wacht even. Ricky. Wacht even. / CH Global. Ricky. Kan je dat afzetten dat je die meldingen. Meldingen ziet. Krijg dikke spam. Tommy, hoe ben je zo groot geworden? Ik zou ja, dankzij Bart. Nee, ik zou het eerlijk gezegd niet weten, weet je. Ik ben gewoon, ik upload gewoon regelmatig. Ik vind het nog steeds leuk om te doen. Misschien dat dat ook wel een beetje scheelt. Zou ik gewoon cobblestone als vloer doen? Gewoon even fast als fast. Af een schaafje staat er. Wow! Haha! Dat is naai. Nou, die zien we in ieder geval een aantal weken niet op. Nee, dat denk ik ook niet. CA Nether Crack. Alleen wij hebben de permissie om daarin te gaan. De rest helaas niks. Helaas niet. Even kijken, hoeveel heb ik nog? Ik ben er bijna. Oh, ik kan geen antwoord meer geven, want ik ben weer terug als Nethercrack. Ja. Dan moet je gewoon iedere keer als je komt, moet je dat even gewoon doen, volgens mij. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, toch? Het is sowieso wel nice dat de server 3G heeft. Moet ik eerst CH Leave Nethercrack doen? Maar je kan wel CH Leave Global, dan nog niemandje. Nee, je hoeft niet lief net te krijgen. Als je CA Global doet, dan praat je gewoon meteen naar Global. Ja, maar daar staat er niks. Dan word je daar gedc'd. Ik ga ook even / CH lief Global. Channel not found, wat? Nee, vind je het gek? Moet je wel gewoon normaal spellen, Tommy. Global. Maar het is de Nethercrack pack. Ik ben eigenlijk best blij met dat ik gewoon een initiatief heb genomen om het te vragen. En om het een beetje te regelen. Ik ben echt super blij dat Ricky voor ons de server wou doen. Ja, die gast weet echt veel van servers, dus dat is wel nice. Daar ben ik gewoon sowieso blij mee. Tommy, vind je het niet stom dat je maar één kijker... Ik heb geen één kijker, ik heb er op het moment 9. Nou, ze willen weg terugvinden, jeppie. Alleen volgens mij praat niemand in de chat. Dat klopt. Bart, kan jij even Jesper opbellen? Ja, is goed. Want jij bent host, hè? Ik zal Jesper even toevoegen. Gewoon even decent huisje, jongens. Maar de Jesper is offline. Zijn twee gamers geval, denk ik niet. Maar wat, wacht. Ik zou hem even toevoegen. Twee gamers? Ja, hij heeft een twee gamers ding. Wacht, ik zou hem even toevoegen. Toevoegen, contact toevoegen.
Het vintage beef. Alsof die ze opnemen. Zie je? Ah, maar die heb ik niet. Oh ja, dan kan je even bij. Hallo. Hallo. Waarom heb ik jou daarbij niet op Skype? Weet niet, dat je dom bent. Jij bent zelf een dom hond. Oh. Oh. Weet je hoe vies dat Bart heeft gedaan? Hij heeft zo bewerkt dat ik in een video heb gezegd dat ik Stijn niet, dat het beter is als Stijn er niet bij is. Weet je hoe vies? Weet je hoe vies dat is? Stijn gaat mij nu haten, dat weet ik nu al. Stijn gaat mij keihard haten. Ik heb het ook 3 keer gezegd. Maar Stijn is een beetje gay, zei ik. Ja, maar, klopt, hij heeft knokken gezet. Ja, maar ik zei dat voor de grap, daarna zei ik ook grapje. En toen daar heeft hij er niet bij gezet, hè, viezerik. Hey Nick, hallo. Wat ik ook zei. Hier, Jesper, bloemetje. Ik zo, pak dat bloemetje op en steef stil. Fuck jou, bloem! Ik heb al die dingen weg. Daarna zei ik ook grapje. Ja. Gewoon alle grapjes eruit. Grapje, iedereen denkt niet dat we allemaal ragekippen zijn of zo, weet ik veel. Ja. Er zitten ook al mensen op, ja. Hoor je dit? Tony en... Ja, Tony is van de Endcrack, hè? De mensen als op Endcrack. Ja, inderdaad. Maar dit is een 24/7 host ook, hè? Dus dat is misschien wel nice. Ook. Maar wat was nou precies de reden dat je met Endcrack was gestopt? Te veel moeite. Ja, te veel werk. Ah. En Stijn. Ja, er waren toch niet zoveel mensen op Endcrack. Nee, ik was op een gegeven moment IP kwijt. Hier zou best wel veel mensen op kunnen komen nog. Omdat we nu met vele kanalen dit gaan doen, hè? Ja, dat klopt. Bart is ook alweer een paar subs gegroeid, of niet Bart? Ja, ik heb er net iets van 10 al bij gekregen. Weet je wat dan? Ik zag Kingo had op jou gesubbed. Ja. En dan ziet iedereen, wow. God. Ja, ik denk wel dat dat werkt, ja. Sowieso dat scheelt. Ik ga even kijken hoeveel dat die is bekeken. Maar wat valt dan mee? Dan krijg ik ook donate rank op deze. Ja, hij heeft wel toen heel veel gedonate, hè. Hey. Kerel. Maar dat ja, dan moeten we even met Ricky over hebben dan. Ja. Snap je? Ja, snap ik. Want het is nu niet, het is nu Ricky's server, hè? Ja. Maar de mensen van de Endcrack die erop zaten, die moeten even een lijst maken. Die moet je even naar Ricky sturen, want dit was de server die we al hadden. Die zaten bij ons erop. Als die applyen, dan kun je dan sowieso even accept doen. Dat ze te vertrouwen zijn, zeg maar. Dan weet hij sowieso dat jullie er sowieso bij komen. Ik vind die achtergrond zo droog, want Armin die had zo'n stomme kutskin met zo'n snor. En op die achtergrond van ons, dan lijkt die snor echt redneck. Hoe lang bestaat Games XL, vraagt iemand. Vanaf augustus 2012. Hier toen waren wij al lang bezig met waren we net bezig met Nethercrack. Ja, maar toen waren jullie net. Nee. Jawel, 17 augustus heb ik dat upgeload. Eerste video. Oh ja, dat zou best kunnen. En toen mocht ik eindelijk bij de Nethercrack en toen was de server eruit. Dat weet ik nog wel. Ja, maar hoe heet nou, het was allemaal heel leuk hoe Rutger en Maurits dat deden, maar ze deden het gewoon ook echt niet goed. Nee, maar ik heb ze nog gezegd, je moet wel opletten, want bij die hosten moet je weer accepteren voordat je betaalt. En dat hebben ze niet gedaan. Ja. Ja, dan betaalt het niet en dan denken ze dat het door gaat lopen. Ja, inderdaad, ik heb heel snel die 356 subs gekregen. Maar ja, ik bedoelde... Dankzij mij, hè? Het is wel Games XL, hè? Nee, ja, veel dankzij jou, dat klopt. En dankzij mij. Alles dankzij jou, Bart en mij. Ja, anders was je nergens. Nee. Oh. Ik wou net zeggen. Nou, toen ik joinde had ik toch ook al best wel aardig, hoor. Nee. Oké, dan niet. Je bent Nee. Je bent nog steeds een niemand. Oh, jullie krijgen allemaal haatreacties, hè, want dit wordt gewoon geüpload. Wordt maar een vlek. Film je dit ook? Nee, dat kan via Twitch gewoon, hè. Ja, kun je het uploaden naar YouTube. Oh, dat is nieuw, hè. Maar dat duurt best wel lang. Ja, ja. Niet dat je goede internet hebt. Nou, dan duurt het bij mij niet zo heel lang. Bij mij ook niet. Bij mij ook niet. Echt al. Oké, bij mij wel volgens Bart. Wie weet er nou beter, jij of ik? Bart is een... Wie is nou de frituur? Jij of ik? Ik, hè. Oké. Ben jij de frituur, Bart? Ik ben de frituur. Van New Kids Young. Dat is cool. Ja, frikandelke. Kan ik hier misschien een intro in een video gebruiken die ik heb gemaakt?
Ligt eraan hoe die eruit ziet. Ja. Oh. Ik gebruik trouwens liever geen intro's. Ik ben wel op zoek naar een intro. Ik ook. Ja, wij zouden samen eentje gaan maken, hè? Zijn jullie te lui voor? Ik wel. Ik ben daar serieus te lui voor. Ja, maar kijk, weet je wat is met intro's? Dan wil je ook direct zo mooi en uiteindelijk als je zelf gaat maken, dan wordt het zo'n poep intro. Ja. Nou, mijn Let's Play intro is al heel mooi, hè? Heel mooi! Oh, daar kan niemand aan tippen, jongen. Dat heb ik echt een jaar geleden. Hey, James! Boom. James is er weer. Gezellig. Dat is echt een trouwe kijker van mij, hoor. James Music. Yep. Nou. Maar het kutte aan Twitch, of het leuke aan Twitch is dat je wel zeg maar muziek kan gebruiken. Dat is makkelijk. Ja, precies. Maar het is wel fijn als je dus wil uploaden naar YouTube, kan er niet meer. Yep, met mij is alles goed, joh. Met jou? James. Het gaat helemaal niet goed, hoor. Veel goed, bedoel je? Ik heb twee fout. Oh. Wat bedoel ik? Oh, kut, sorry. Volgens mij moet ik volgende week ook op voor met autotheorie. Ja, ik ga binnenkort wel iets minder uploaden, denk ik, hoor. Nee. Jawel, want ik heb straks, nee. Straks heb ik examens, hè. Ik ook, die heb ik al. 13 weken. Ik heb al tentamens. Ik snap niet waarom deze kerel dat doet. Wie, wat? Die background maakt van mij, die zegt ook, ja... Het is niet mooi hoe je dat doet, maar hij wil dat mijn skull grijs is, maar dat snap ik niet. Wat? Ziet er niet uit. Maar het ziet er wel uit. Oh, die lag is echt niet te doen. Ik weet niet. Je ziet er zelf niet uit. Oh! Tommy, ik ben lid van een YouTube kanaal. Als je bericht ziet, het is nogal belangrijk. Kijk in je inbox. Je hebt in mijn inbox gekeken. Of je hebt iets gestuurd. Zal ik even kijken dadelijk. Hij heeft in jouw inbox gekeken. Ja, hij heeft in mijn inbox gekeken, zo met infrarood ogen, zoiets, weet je wel, weet ik veel. Jasper, wie is jouw trouwste kijker? Bart, voor Lion. Bart. Ikzelf. Ja, ik kijk al mijn video's. En ik krijg zo, ik kijk nooit mijn video's terug, helemaal niet gewoon. Ik kijk alleen de reacties. Ik meteen op pauze, anders ben ik helemaal gek. Als ik de reacties kijk, dan kan je gewoon via videobeheer doen, hè. Dat doe ik dan als ik dan zie van, hey, dit en dit klopt niet ofzo, dan kijk ik even gewoon mijn video, maar anders kijk ik ze normaal ook niet. Ik heb serieus in een half uur tijd 10 abonnees bij. Dank jullie wel, jongens. Allemaal. Alsjeblieft. Je zat ook echt... Hoeveel heb je? Zo. Ja, ik had de laatste tijd echt zo weinig subs bij. Hoeveel subs heb je erbij? In die tijd dat wij van 500 naar... Voor het naar 1000 zijn, heb jij heel weinig. Ja, klopt. Ik had een gemiddelde van 0,1 sub per dag bij. En Stijn allemaal, ik ga je echt inhalen. Maar hoeveel subs heb je er nou bij gekregen dan? 10 in een half uurtje. Nice. Mm-hmm. Net als mij. Dat is wel chill dat Kingo er nou ook op zit. Eerst was jij de grootste, Jasper, weet je nou. Oh, weet je nog? Lang geleden! Dat is lang geleden. Nee hoor, ik ben nog steeds de grootste. 1,99, nog altijd. Ik heb nog steeds grootste, ik bedoel... dat weet je helemaal niet, ik hoop dat jullie elkaars nooit hebben gezien. Ik heb nog steeds 357. Yes. We hopen bij de ontgroeningsfase, Tommy. En dat hebben we nooit bij jou gedaan, dus we moeten eerst gaan we je 100 keer killen. Ja. Wat erbij. En je krijgt een aparte test voor mensen die de Nerdcrack willen joinen. Oh, dus, ja, die heb ik gezien! Die heb ik gezien! Met die flower dat je geen fall damage krijgt. Ja, maar die bestaat echt. Dat is helemaal niet waar. Jawel. Dat is helemaal niet waar, je lult uit je nek. Nee, echt. Ik ben echt niet gek hoor. Nou, een beetje dan, maar. Zag je dan niet hoe ze dat zelf voordeden bij Josse? Ja, een fucking game mode, gast. Nee. Nee, dat was gewoon mijn... Jasper, je had laatst al tegen mij gezegd dat dat nep was. Dus... Echt niet, dat was mijn... Dat is wel... Die hartjes en die alles was weg door mijn texture pack. Tommy, je staat een beetje te hard of de ander te zacht. Tommy staat heel hard. Ik ben gewoon... Tommy staat altijd heel hard. Ja, hij vindt zichzelf beter dan wij, daarom zet hij zichzelf harder. Wat is er met Jesper Fa? Jesper Fa... Fuck jou, zegt hij. Ik ga alweer weg. Tommy oont jou. Hey, doei, Jesper. Tommy oont mij. Pff, weet ik veel. Hey, in parkour hey, sowieso hey, niet. In welke wereld heb jij geleefd, hè?
Hartstikke aardig jongen, die Tommy, maar hij is zo irritant. Hoezo ben ik nou weer irritant? Wat slaat dat op? Hij doet het bij me op, Bart. Doe dit, dit keer weer mee met Nethercrack. Oh, doe je mee, doe je mee. Ja, maar je reageerde niet. Zou ik gewoon niet reageren, zou ik dat vorige keer gewoon niet zeggen als ze... Oh jammer dat Bart er weer bij moet. Ja. Kunnen we die jongen niet gewoon kicken? Zou ik eens overleggen met Bart? Ze loopt mij ook gewoon meteen. Ik zei zo, ja, je bent eruit gekikt helemaal. Stijn! Dat was helemaal leuk. We hebben net fucking Stijn geprankt voor die Tokyo. Ja, maar Stijn is al best stom. Kijk die. ik hoop niet dat hij kijkt voor jou. Wie zegt eerst, oh, MC Nightmare. Wie zegt zijn is de beste en de allercoolste. Oké, gaat het. MC Nightmare, dat is Ricky. Ben je een beetje waar? Ricky, ja. Dat is Ricky, dat is de serverbeheerder, Pipo. Zullen we Ricky dan ook maar kicken, want als je zulke dingen gaat zeggen... Ricky kicken. Als je zulke dingen zegt, dan ben je niet naar de crackwaardig. Ja, hij is onder invloed. Ja. Gesnoven. Ja. Nee, Tommy ook strak in het pak. Maar nou komt het hoor. Hey, ik krijg jullie allemaal kicken, zegt hij. Kijk, volgens mij snapt James Music niet dat ik sarcastisch was. Ja, want we weten toch wel dat Tommy slecht is. Dankjewel Bart, vind je ook aardig. Fijn. Hebben jullie trouwens ook al in een nieuwe snapshot gezien? Iets keicools. Nee. Wat ooit in de snapshot is gekomen. Voortaan, als je gewoon... in water weghaalt op de bovenste laag, wordt het altijd weer gewoon vast water en gaat er niet. Dus maakt niet uit dat. Je wilt ook als je de blokjes in doet en zo. Ja, maar het is zeg maar niet als je er met twee diep water hebt, zeg maar. Fuck. Zeg maar. Hey, die James misschien trouwen kijken, maar is al een beetje. Ja, ik zeg maar, James, wat de fuck heb jij op? Heb je kat gegeten, kattenkap? Ja, je moeder oont hij. Oké. Okay. Nee, ik own niemands moeder. Dat is niet. Ja, maar dat is niet aardig. Dat doe ik niet. Ja, soms is het wel leuk om ook. Ik weet dat wij dat eerst ook hadden met zo'n meisje dat ik ken dan. Was echt grappig. En zij is super dom, zeg maar. En wij zeiden dan van, ja, jouw moeder is echt lekker. Jouw moeder is echt lekker. Wat zeg je allemaal over mijn moeder? Waarom praat je allemaal over mijn moeder? Viezerik. Oh, dat is niet wat je moeder anders zei gisteren. Oh. Oh, zo hard getrold. Sommige mensen kunnen daar zo boos over, zo boos over worden, hè? Ik weet trouwens al precies hoe ik mijn basis zal gaan maken. Ik nog niet. Ik heb echt totaal geen idee wat ik moet gaan maken. Ah! Wie zegt nou weer Bart zijn autist? Ja, Tommy. Dat zeg ik helemaal niet. Bent is dat, joh. Tommy die allemaal met zijn autisme uitschelden en zo. Ja. Wie? Jij. Ik. Ja. Ja, dat staat in de videobewijs. Ja. Ik word af en toe echt moe van jullie, weet je. En terecht. Zou ik moeten. Dat is ook nog wel erger als we gaan pranken. Oh mijn god. Nee, hey, wij gingen met z'n allen Stijn te pranken. Hij is jou. Jij bent nog nooit geprankt. Oké, dan niet. Nee, niet. Stijn zit er nog niet eens op. Die is nog geen eens een minuut online geweest. Echt, die was net online. Dat was net heel. Hoe was dat dan voor jou, Bart? Was het zwaar? Ja. Wil je erover praten, jongen? Ja, u wilde me aanranden en zo. Hé, vieze hond! Gaat hij ervoor lopen? Hij lachte me al meteen uit toen ik hem doodging en zo. Ik heb geen eten voor je, jongen. Ja, alleen bier. Alleen wil ik jou niet geven. Nou, vooruit bier. Dan, hè? Vooruit dan, hè? Bier. Beef. Je kan honden ook... rotten flesje geven. Ja, weet ik, maar ik heb niks anders dan alleen bier. Bier. Oh, jezus, die lek is echt ongelooflijk. Hey, weet je wat, hond, kom jij eens mee? Tom, hond. Tommy, doe eens facecam, zeggen ze. Dat heb ik al lang een keer gedaan, joh. Maar ik heb vandaag mijn haar niet gedaan. Oh, erg. Waar is nou die hond? Oh, daar. Met sap. Ja, maar... Blijf. Je net zo goed een masker op doen, want als we dingen moeten gaan verbergen, dan... Daarom doe jij ook nooit facecam, hè? Want ik ken iemand... ken je Mike? Ken nee, de server is niet lag. Ik lag gewoon een beetje van ja, de livestream. Ja, dat is een vriend van mijn neefje. En toen iemand neerd was hij meteen van... Oh, volgens mij ken ik. Oh ja, nou, klopt. Hij zei zo, ja, ik had Bart al een paar keer gezien, maar ik kende zijn stem eerst niet, zei hij. Zegt hij altijd tegen mij.
van, hey Bart, ik ken hem echt in real life. Cool. Dat is echt cool, dat is. Ja, dat is natuurlijk ook niet niks, hè? Nee, jong, als je Bart in real life kent, jongens. Dan ben je echt... Oh, dat ben je, dat, dan hoef je geen miljoen meer te winnen, dan ben je gewoon al binnen. Ga je in ieder geval, krijg je dan wel slapeloze nachten. Ja, dan ga je sowieso waardig het graf in. Wie wil dat nou niet? Ja, daarom. Ja, mijn arm is grijp, zijn kaart is gestorven. Ja, dat is kut, hé. Hoe komt dat nou een keer? Ja, weet ik niet. Dan krijg je ook zo'n melding. Ja, een toepassing is corrupt of zo en dan negeert hij dat gewoon weer wel. Nee, gewoon Arwen. Klinkt echt als Arwen, ja. Uit je PC, maar negeert dat. Er staat zo'n melding, uw computer ontploft in 10 seconden. Negeren. Annuleren. Annuleren. Gewoon... Oh nee, uw computer ontploft in 5 minuten. Of wilt u het nu doen? Nu doen. Gewoon Windows updates en dan gewoon later. Gewoon een jaar lang niet laten. Ja, maar dat doen heel veel mensen volgens mij, hoor. Ik doe dat nooit. Oké, maar soms sommige updates... Ik weet dat ik dat bij mijn grafische kaart nooit doe, inderdaad. Even hoor. Oh, dan moeten mensen gaan, jammer. Hoppa. Ik moet ook zo gaan eten, dus. Ja. Nou, het was even nice, toch? Nee, dan kijk ik eens terug. Je vader, me hoog. Wow. Nou gaan even mensen terug. Jezus, die lag die ik nu heb, echt unbelievable. Maar het is niet echt lag, het is zeg maar meer dat hij in één keer vooruit schiet. Dat is echt super irritant. Zo. Ik heb geen zin om meer coal te minen, want ik lag een beetje. Jezus! Oké. Okay. Fuck me. That smells. Ja. Toen moet je wat goede muziek sturen. Nee, je hoeft me geen muziek te sturen. Dit, ja, hoogstwaarschijnlijk wordt dit toch geüpload. Heel misschien, denk ik. Nirvana kunnen. En dan mag je geen muziek gebruiken, hè, tijdens upload. En anders heeft hij nog goede muziek van mij. Ja, maar dat zijn ook allemaal copyright nummers, hè. Dat ik echt wel, hoor. Wauw, er zit een kip in de boom. Wauw. Ik zou maar uitkijken. Ja. Ja, hij is eruit. Awesome. Nice. Ik heb van de week lekker offscreen hier een beetje niks lopen doen. En een beetje minen. Ik moet niet te veel gaan minen. Ik wil een beetje iron en een beetje coal. Want ik wil eigenlijk ergens anders heen dan waar ik nu ben. En dan moet ik te veel achterlaten. Wat maken jij? Wat zei je? Weet je al wat verbaasd je gaat maken? Nee, totaal niet. Heb jij enig idee? Ja. Wat wil je gaan doen? Oei! Skybase. Skybase! Oh. Dat heb ik ook wel vaak gedaan, hoor. Ik heb hier trouwens nog een mooie Skybase op. Op deze server, alleen dan op de public creative. Nee, op de admin creative. Maar ik ben nu geen admin meer, want... Omdat ik nu survival doe. Ben ik gedop'd. Zal ik iets grappigs vertellen, Tommy? Als jij dit niet had gedaan, zeg maar, met Nerdcrack opstarten weer opnieuw, had ik het gedaan waarschijnlijk, want ik was er ook allemaal wel mee bezig om te kijken met... Serieus? Ja. Ik vond het ook jammer dat het was gestopt toen. Ja, ik denk, weet je, we zitten allemaal te zeggen, we willen het, maar niemand onderneemt iets. Toen dacht ik van, ja, dan doe ik dat toch? En toen, ja, ik heb gewoon geluk gehad dat Ricky gewoon fucking goed met service is. Ben mijn chef! Yeah! Wow, kijk dit! Kijk dit! Wow, 3 chests. 3 chests in één gang! Er zit niet echt zo heel veel in, maar... Geen diamonds. Ah, please, diamonds. Ik heb er wel pumpkin en melon seeds. Yay! Gewoon 3 chests in één gang. Nice. 4e chest! Stoer. Kijk dan, hier waren die 3 chests en dan staat hier de 4e. Jongens, ik heb altijd geluk met als ik ga cave of zo, man. Ja. Maar dat mag ook wel een keer. Ja, dan ga ik ook geen... Oh, kut. Dan ga ik geen abba-rules tegen je doen, nee, dat was het. Echt niet? Ah? Ja, als je alleen maar geluk hebt met cave, dan... Nee, maar abba-rules, dat rocks. Dat is zo vet om te doen. Ja, echt, hè.
Een spider? Hé, hey, dat is een spider dungeon! Gewone spider of? Gewone spider. Hé, ei. Je bent zelf een ei. Oh, ik lag een beetje te veel. Wacht, nu niet meer. Nu niet echt zo heel erg. Ik lag echt altijd. Ja, nee, maar kijk, als ik gewoon niet stream, dan lag ik niet echt zo hoor. Oh, weet je als je me killt, jongen. Ik zweer het je, ik maak je af. Ik heb al chicken farm en een koeien farm. Ah! Niet doen. Ja. Ik zit echt nou in de chat te kijken van kom op. Maar het gebeurt. Is niet leuk, is niet aardig. Wel aardig. Ga eens anti-X-ray installeren. Zou ik ook wel even doen. Doe eens niet zo kut tegen Tommy. Ja, inderdaad. Ik doe wel kut tegen Tommy. Ik heb weer mossy kobbel. Oh, Ascent Book Fire Aspect 2. Kijk. Ik heb één keer een boek in een dungeon gevonden. Weet je wat er toen in zat? Efficiëntie 1. Ik heb een keer Efficiëntie 5 gevonden in mijn Let's Play. Cool. Wow, Poison Spider. Ja, ik ga daar niet naar beneden. Die is gek. Met deze lag sowieso niet. Oh. En die mossy die ga ik wel een andere keer meenemen, denk ik. Hey Stijn! Chappie. Jij mag hem echt niet, oh, dat is zo zielig. Kak, ik kan hem niet kicken, wat is dat voor onzin? Ah! Ah! Ga weg, stom ding. Stom mommel. Ik ben weer bijna dood, jongens. Ik moet minder gaan caven als ik lag. Dan kan ik echt niet caven. Hoe komt het dat soms de koeien geen wiet meer volgen op een of andere manier? Een beetje buggy. Ja. Oh, nu wel. Maar ik vind daar toch nog wel diamonds, dat voel ik gewoon. Nee, ik hoop het niet. Ik ga nou nog even niet caven. Oké, ik heb al een goede koeienfarm. Ik heb al chicken farm met één chicken. Wauw. Chickens kun je voortaan met seeds. Ja, dat weet ik. Moet voortaan met seeds zelfs. Chill, hè? Varkens met wortels. Ja, ik vind het wel vet. Ik vind het wel, kijk. Ik maak even crafting bunch. Crafting bunch. Maar even een auto hier heel luid voorbij krijgen. Ik moet over 5 minuten eten trouwens. Oh, dat moet je doen dan. WhatsApp van mijn moeder. Echt? Ja, dat is echt super chill. Zit ik boven met de game. En dan heb ik altijd keiharde muziek op staan en zo. Want ik heb hier boxen van 1100 watt staan boven. Dus wauw. Dat dan altijd een beetje. En dan zet ik altijd keiharde muziek op en dan krijg ik een WhatsApp van mijn moeder. Bart eten. Echt? Ja. Stoer. Je had toch wortels en potatoes? Yep. Mag ik vast wel een keer een lenen? Ha, misschien wel. Oké, dank je. Ik maak even gewoon meteen iron armor. Heppa. Ik heb je. Jij gaat mee. Ga jij dan nog door de hele dag? Nee, ik ga nog niet de hele dag door, nee. Ik ga dat misschien morgen doen. Ik weet niet hoe lang dat ik bezig ben, maar... Had je trouwens ook nog gezien, Tommy? Wat? Toen was jij allemaal aan het roepen over... Jongens, kom nou eens in een rijtje staan, doe eens niet zo irritant. Had je dat ook in mijn video gezien? Ja, ik heb jouw video nog niet echt gezien, maar... Oh. Waar is Jesper? Jesper is even weg, maar die is wel even lang weg. Ik ben even weg, een half uur later. Een keer een 24 uur livestream doen. Ja, ik ook misschien nog een keer. Misschien een keer in de zomer, want dan ben ik alleen thuis. Nice. Ja. Ik ga dan, Tommy, succes met je stream dan. Oh, ga je nu? Ja, ik ga even deze kip nog naar zijn hokje leiden. Terwijl ik zo van gaan eten dus. Ja, is goed. Ja, ik zou ook niet echt al te lang mee doorgaan, denk ik, maar... Nee, want als je dat wilt uploaden, dan zou ik hem ook niet te lang doen. Nee, ik denk zelfs dat ik nu ook stop. Ik wil toch iedereen bedanken voor het kijken. Ik heb toch nog even gauw de 10 viewers weten te bereiken. Dat is wel nice. Allemaal bedankt voor het kijken. Ik denk dat ik nu ook ga stoppen. Jullie zijn awesome. Jullie zijn allemaal fucking awesome. Ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer dan, hè. Ja, houdoe. Houdoe.